Ik had een bijenkastje en daar heb ik door eigen schuld te weinig naar gekeken. En die hadden eigenlijk, ja eigenlijk waren ze zo goed als verloren. Ze hadden geen voer meer. Het volkje was gekrompen tot 3 ramen. En er was nog weinig van over. Ik heb deze voer gegeven en in een kleiner kastje gezet. Maar vanochtend zag ik dat ze heel onrustig waren en met z'n allen een beetje zoekende. En toen ik goed ging kijken, zag ik dat ze zich vooral aan het verdedigen waren en dat ze eigenlijk leeggeroofd werden door andere bijen. Dat komt natuurlijk omdat op dit moment een flinke dot suikerwater boven op die kast staat. En er zijn te weinig bijen om zich echt te verdedigen. En je ziet ook telkens bijen die op andere bijen springen, de bijen nakijken, de bijen elkaar besnuffelen lijkt het wel. En dat zijn dus vooral heel veel waakbijen die op dit moment actief zijn. En aangezien het volkje vrij klein is, is dat een heel zware belasting voor het volk op dit moment. Dus moest ik daar wat gaan ingrijpen. Maar eerst ga je eigenlijk nog even zien hoe ze dus ermee omgaan als een andere bij komt. En die bij die niet in de kas hoort, hoe ze die buiten gaan sluiten dan. Je ziet bij de pijl een bij die er niet thuis hoort, even slow motion. En je ziet echt hoe andere bijen hem vastpakken en de kas uitwerken en daar met een paar bijen vallen ze gewoon naar onder. En dan zullen ze het gevecht op de grond doorzetten. En op het moment dat die ene bij gevallen is, gaan de anderen weer gewoon door met hun ding. En dat is vooral controleren van andere bijen en ja, kijken of ze er thuis horen of niet. Nu is het aan mij uiteraard om te zorgen dat ze zich beter kunnen verdedigen. En ik moet er rekening mee houden omdat alle bijen een beetje opgewonden zijn en alle waakbijen hyper zijn. Ze zullen iets eerder een prik geven daar ik goed ingepakt ben. Maar het makkelijkste vind ik gewoon van die isolatiebuis die je ook een verwarmingsbuis doet. Die knip ik nu af in een breedte dat er ongeveer nog 1 of 2 bijen naast af kunnen. En dan plaats ik dat gewoon in de ingang. En met handschoenen aan is dat een beetje lastig, zoals je aan mijn gestuntel ziet. En dan sluit ik de ingang af, zodat er alleen nog maar een heel kleine smalle ruimte over is die ze hoeven te verdedigen. Dan hebben ze niet meer zo'n brede spleet. En dan kunnen ze met een bij of 3, 4 de hele ingang gewoon goed en effectief verdedigen. Sommige bijen zullen even iets langer nodig hebben om uit te zoeken waar de ingang nu gebleven is. En je ziet dat er op dit moment eigenlijk te veel wakers zelfs rondlopen, want er is maar heel kleine ruimte. Dus lopen een beetje verbaasd van, hey, het is maar heel makkelijk. Maar op deze manier houden ze veel meer controle over het volk en over de kast. En kunnen ze fijn controleren wie er thuis hoort en wie niet. Dat stellen ze overigens vast doordat de koningin een eigen feromoon aanmaakt. En elke koningin in elke bijenkast maakt een eigen geur, een eigen feromoon. En alle bijen uit dat volk nemen die geur over, dat feromoon. En daardoor kunnen bijen heel snel en effectief direct besnuffelen van jij hoort hier of jij hoort hier niet. En soms echt verbazingsnel dat ze bijna uit de lucht grijpen om ze weg te jagen. Je ziet in deze kast ook veel heel donkere bijen. Dat zijn vooral oudere bijen waarvan de haren al versleten zijn, zeg maar. En in alle eerlijkheid, ja, de kans dat dit kastje door gaat komen is niet heel erg groot. Nogmaals, het zijn maar 3 raampjes op dit moment. Er zit helemaal geen broed in, dus die moeten nog beginnen. Ik zou ze kunnen samenvoegen met een ander volk. Maar ik wil toch proberen om deze te houden, terwijl je hier met al mijn gewiebel ziet hoe ze weer een andere bij gegrepen hebben, waarvan ze zeggen van ja, jij hoort er niet thuis. Maar omdat dit eigenlijk een heel fijn volkje was, een heel lief volkje, heel effectief, wil ik toch proberen om ze te gok te nemen of ze de winter doorkomen. De kans is heel erg klein, maar ja, ik vond het wel het proberen waard. Sorry voor het gewiebel. Even de camera proberen terug te stellen. En dan zijn we
Je ziet nu ook dat er minder wakers rondlopen. Het is een stukje rustiger geworden. Ze hebben snel, heel snel door van, oh, we hebben niet meer zo heel veel bijen nodig om te waken. Ze zijn er wel nog, maar de aantallen zijn echt flink gedaald. En dat is hoe snel ze door hebben van, oké, dit is makkelijker. En die wakers die kunnen dan weer aan andere taken verder gaan. Goed, dit was het filmpje. Kijk nog even mee naar de bijtjes, zou ik zeggen. Ik hoop dat je het leuk en een beetje leerzaam vond. En heb je vragen of opmerkingen, twijfel dan uiteraard vooral niet om deze te stellen. Ik zou zeggen, groetjes en be good. Dag.